We zijn vandaag met een aantal collega's hier bij een telecallcenter om in contact te zijn met onze donateurs. Gisteren is ons jaarverslag uitgekomen en we kunnen ons werk alleen doen dankzij al die trouwe donateurs die we hebben in heel Nederland. En vandaag bellen we, proberen we in contact te komen met die donateurs om ja, dankjewel te zeggen voor hun steun. Wat me ook opvalt is dat mensen ons vaak al jarenlang steunen en ook het heel vaak gewoon echt vanzelfsprekend vinden om dat te doen. Het is een goede gewoonte geworden, zeggen mensen, sommige mensen ook wel. Ik had net een mevrouw uit Marienburg aan de telefoon en zei ja, ik weet niet zo goed wat jullie doen, heeft toch wat met de zending te maken. En ik was net het jaar daarvoor in Marienburg geweest, had ik een mission dienst geleid, gepreekt. En daar vroeg ik naar. En dat wist ze toen ineens. En dat vond ze mooi. Ik heb niet veel geld, ik kan maar een tientje per jaar betalen. Maar ik vind het wel tof wat jullie doen. Of een ander zegt van, hey, maar juist dat jullie zo kleinschalig zijn. Dat vind ik fijn. Dus ja, hele verschillende dingen.